Goedenavond allemaal. Welkom op dit webinar over het vernieuwen van de Brienenoordbrug. Fijn dat u deelneemt, vooral op deze speciale en interessante avond voor Rotterdam en zeker ook voor Feyenoord. Mijn naam is Marianne Jonge, ik werk bij Rijkswaterstaat. En ik sta in de studio. En daar sta ik niet alleen, ik heb ook een aantal collega's bij me gelukkig. En die wil ik graag aan u voorstellen. Rechts van mij Roy Stroeven, projectmanager van dit project. Daarnaast Tessa Monshouwer, adviseur vergunningen. En links van mij staat Esther Covinus. Zij is in het dagelijks leven onze crisiscoördinator, wil ik zeggen. Onze risicomanager, dat is een beter woord. Maar voor vanavond is zij onze sidekick. Het vernieuwen van de Brienenoord is een omvangrijk project. Het is complex en groot en uniek. En het CL zal ook heel veel impact op de omgeving hebben. En daarom willen wij u vanavond over onze plannen gaan vertellen. Nou, wat hebben we op het programma voor vanavond? Het zijn in ieder geval drie onderwerpen. We starten zo meteen met de aanpak van het vernieuwen van de brug. Daar zal Roy het een en ander over vertellen. Vervolgens de bereikbaarheid. Daar doe ik zelf een toelichting over. En daarna het vergunningentraject. En dat zal Tessa verder toelichten. Het programma duurt tot 8:30 en we gaan echt voor zorgen dat we op tijd klaar zijn. Daarna hebben we andere dingen te doen. Voor we starten wil ik nog graag een aantal huishoudelijke mededelingen doen. Want dit webinar wordt namelijk opgenomen. Dat betekent dat u het nog op een later moment kunt terugkijken. Maar u kunt ook vooral de link delen met de andere geïnteresseerden, bewoners, familie, maakt niet uit. Zodat zij op een ander moment, als ze er hier nu niet bij kunnen zijn, ook nog het webinar kunnen terugkijken. En daarnaast, de vraag staat vrij. U kunt op elk moment een vraag stellen in de chat. En we zullen ook per onderwerp wel op een aantal vragen terugkomen. Daar gaat Esther ons bij helpen. En dan zullen we wellicht, als er veel vragen worden gesteld, niet alle vragen kunnen beantwoorden. En daar komen we dan op een later moment schriftelijk op terug. En dat kan dan weer op de website teruggevonden worden. Dezelfde site als waar je nu ook op ingelogd bent. Voor zover de huishoudelijke mededelingen. En dan wil ik nu het woord geven aan Roy. Ja, goedenavond. Ik ben Roy Stroeven. Ik ben de projectmanager van Rijkswaterstaat. En ik ben super trots dat ik mag werken aan dit fantastische project. En ik ga jullie vanavond wat vertellen over de aanpak van het project. Ten eerste over het programma van vervanging en renovatie, waar dit project deel van uitmaakt. Dan vervolgens de noodzaak voor het vernieuwen van de brug en de aanpak en de planning. Ja, we hebben in Nederland vele bruggen, viaducten en tunnels die aan onderhoud toe zijn. Groot onderhoud, die moeten worden aangepakt. En dat is een ongelooflijke grote opgave. En dat wordt allemaal geregeld in het programma Vervangen en Renovatie dat Rijkswaterstaat heeft opgestart. En dat zijn best wel veel projecten. 24 renovatieprojecten, maar ook projecten voor nieuwe infrastructuur. Die zitten dan weer niet in het programma Vervanging en Renovatie, maar gewoon daarbuiten. En daarnaast hebben we een reguliere onderhoudsprojecten, zoals bijvoorbeeld het onderhoud dat plaatsvindt op de A15 en de A16. Dat kunt u daar lezen. Al deze projecten worden met elkaar afgestemd. Gaat gepaard met veel hinder. Maar we werken samen met binnen de regio om al die hinder goed met elkaar af te stemmen. Om de hele regio goed bereikbaar te houden. Waar hebben we het dan over? We hebben het over vele projecten. Dat ziet u hier op dit plaatje. Ik ga ze niet allemaal toelichten. Maar de groene projecten, dat zijn de nieuwbouwprojecten die op stapel staan de komende jaren. We hebben de blauwe projecten, dat zijn de tunnelprojecten. Zoals bijvoorbeeld de Blankenburgtunnel die nu in uitvoering is. De rode projecten, dat zijn de bruggenprojecten die er ook aankomen. Waar we ook mee bezig gaan als Rijkswaterstaat. Maar er zijn ook een aantal al in uitvoering. De belangrijkste is daarbij dan de Van Brienenoordbrug waar we het vanavond over hebben. Dit is hem dan, zoals jullie wel kennen, die brug. Bestaat uit twee bogen. De oostelijke boogbrug en de westelijke boogbrug en een beweegbaar deel. De westelijke boogbrug stamt uit 1990 en de
oude oostelijke boogbrug, die is gebouwd in 1965. Daar moet echt wat aan gebeuren. Vooral aan de beweegbare delen. De brugkleppen en het bewegingswerk van de oude Oostbrug, die zijn verouderd. En de hele systemen van de hele brug, van zowel de Westbrug als van de Oostbrug, dan hebben we het over de systemen voor bediening en besturing, die moeten allemaal worden vervangen. Als we het hebben over de bogen, dan is de Westboog toe aan vervanging, omdat het wegdek, het stalen wegdek, is vermoeid. Het verkeer, vooral het vrachtverkeer, is in de loop der jaren sterk toegenomen. Ook in gewicht en intensiteit, waardoor er mogelijk vermoeiing optreedt. De verflagen zijn verouderd allerlei andere onderdelen. Maar de boog zelf is nog redelijk intact. En de Oostboog is de oudste boog en ja, die is ook in zijn geheel toe aan vervanging. Wat wel belangrijk is dat de brug veilig is. Veiligheid staat boven alles. De onderdelen zijn onderhevig aan slijtage. Maar we moeten nu actie ondernemen. We moeten nu het project uitvoeren om gesteld te staan voor de toekomst. We zijn al sinds 2016 met deze brug bezig. Aanvankelijk was het plan om te gaan renoveren in het verkeer. Dat zou 1,5 jaar ernstige verkeershinder hebben opgeleverd in de hele regio. Dat zou dan alleen voor de Westboog zijn. De Oostboog kwamen we ook erachter dat die ook moet worden aangepakt. Als je dat ook in het verkeer zou gaan renoveren, zou je weer 1,5 jaar extra verkeershinder in de regio opleveren. Dat is best wel veel. Het aanpak van het beweegbare deel daarbovenop is dan weer 3 maanden extra. Dus in totaal zouden we met de oude aanpak meer dan 3 jaar aaneengesloten ernstige verkeershinder hebben in de regio. Ja, dat is eigenlijk dus niet acceptabel. Dus daarom hebben we gekozen voor een andere oplossing, een andere aanpak. En wat is dan die aanpak? Wij gaan de bogen vervangen. En dat doen we in zomerperiodes. Dus zoveel mogelijk buiten het verkeer. De Westboog gaan we vervangen in 2026, de Oostboog in 2028. Beide vervangingen, uitwisselingen, duren ongeveer 7 weken. En dat is dus echt een stuk korter dan die langdurige hinder waar we het net over hadden als je gaat renoveren in het verkeer. Wat we gaan doen is dat de belangrijkste werkzaamheden die zullen plaatsvinden op een werf, dus niet op de A16. Het is een stuk veiliger om dat zo te doen, zowel om te werken als ook voor het wegverkeer en de scheepvaart. Maar dat is natuurlijk duidelijk. En wat we ook gaan doen is dat we de oude Westboog, die dus nog redelijk intact is, die gaan we renoveren om te kunnen hergebruiken voor de oostzijde. Dus dat is de aanpak voor de bogen. En voor het beweegbare deel, ja, dat is ook heel belangrijk om die goed aan te pakken. De hoofdwerkzaamheden daarvan die zullen plaatsvinden in de zomer van 2027. En die hoofdwerkzaamheden zullen ongeveer 14 weken duren. Wat moeten we daar allemaal voor doen? Voor de Oostbrug moeten we de oude brugkleppen gaan vervangen. En het bewegingswerk en de installaties. Die zijn allemaal oud en zijn echt toe aan vernieuwing. En voor beide brugdelen, dus de Oostbrug en de Westbrug, moet het beweegbare deel, de kleppen, moeten worden vervangen. Maar dan heb ik het voornamelijk over de systemen, de bediening en besturing en bewaking. Voor de hele brug hebben we het dan over camera's en audio, et cetera. Wat daar ingewikkeld en complex aan is, is dat die onderdelen van het beweegbare deel, dat hebben we het dus over de klep en het bewegingswerk onder andere, die moeten er in en uitgetakeld worden door het dak. Die kunnen niet op een andere manier eruit gehaald worden. Dus daardoor moet het wegdek bovenop de kelder, de brugkelder, moet worden gesloopt, waardoor de onderdelen eruit getakeld kunnen worden. Na de vervanging van die onderdelen gaan we het dak weer herstellen. Wordt het dak weer gemonteerd, zodat je weer eroverheen kunt rijden. En dit alles moet in totaal binnen die 14 weken plaatsvinden. Dat is best wel krap, maar dat doen we om de verkeershinder te beperken. Na dit alles, na die vervanging, moet het beweegbare deel uitvoerig worden getest en geïnstalleerd. En in werking worden gesteld. Dat zal in totaal ook weer ongeveer 6 maanden duren om te testen. Dat zullen we vooral ook in de weekenden gaan doen.
De planning ziet er dan als volgt uit. Nog even samenvattend. Wij zijn nu op dit moment heel hard bezig om een aanbesteding voor te bereiden. Die aanbesteding zal voornamelijk plaatsvinden in 2023. De aanbesteding heeft als doel om uiteindelijk een aannemer te vinden die deze klus kan klaren. Aan het einde van 2023 hebben we dan een aannemer en die gaat dan in 2024 en 2025 bezig met de voorbereiding van dit project. De voorbereiding en de bouw van een nieuwe Westboog. Vervolgens in de zomerperiode van 2026 wordt de nieuwe Westboog vervangen. Of de oude Westboog wordt vervangen voor de nieuwe Westboog. Waarna in de zomerperiode van 2027 het beweegbare deel wordt vervangen. Wat ik net heb gezegd. En vervolgens, tussen de periodes 2026 en 2028, zijn we bezig om de oude Westboog te gaan renoveren buiten het verkeer. Dus niet in de A16, maar ergens anders op een werf. Als die oude Westboog weer als nieuw is, dan gaan we die vervangen in de zomerperiode van 2028. En dan hebben we uiteindelijk dus weer een brug die als nieuw is. We spreken over een 1-op-1 vervanging. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Daar bedoelen we mee dat we geen extra rijstroken gaan aanleggen. Dat is nodig omdat er gewoon geen ruimte is om die extra rijstroken te bouwen. Daarvoor moet je ook de A16 moet uitgebreid worden, hè, als je die extra rijstroken aanlegt. Daar is geen ruimte voor, dus dat kan niet. Wat wel zo is, is dat er een project wordt gestart, of is gestart, om te gaan verkennen of er een derde oeververbinding mogelijk is in Rotterdam. Dus wat we verder gaan doen is dat het ontwerp nagenoeg gelijk blijft. Het oude karakter van de brug blijft behouden. Het blijft een boog. Wat verandert er nou eigenlijk wel? We gaan een breder fietspad bouwen, aanleggen. Met een hogere leuning. We spelen daarmee in op de toenemende aantal fietsers. De intensiteit voor het fietsverkeer wordt hoger. Er komen snellere e-bikes. Dus die moeten voldoende ruimte krijgen. Daardoor wordt het fietspad breder. In totaal wordt daarmee dus de brug ongeveer 5 meter breder. Bij een nieuwe levensfase hoort een nieuwe kleur voor de brug. Het voorstel wat we nu hebben neergelegd bij de commissie Welstand is staalblauw. De brug krijgt ook een nieuwe aanstraalverlichting. De brug was eerst rood. Toen werd hij groen in het verleden, in de historie. Daarna is hij wit geschilderd zoals hij nu is. En straks wordt hij dus volgens het voorstel staalblauw. Dus een ingenieurskleur waardoor het iconische karakter van de brug wordt benadrukt. Hij is daarmee wel onderscheidend ten opzichte van de groene hef en de rode Willemsbrug en de witte Erasmusbrug. Ten slotte wordt het bediengebouw verwijderd. Dat is nodig omdat voor de uitwisselingen van de bogen staat dat bediengebouw in de weg. Dus die moet dan worden verwijderd. Hij heeft ook geen functie meer. Er wordt niet meer uit het bediengebouw bediend. De bediening gaat vanuit de verkeerscentraal in Roon. Dus we hebben hem ook niet meer nodig. Het oude bediengebouw die proberen we ergens een andere bestemming te laten vinden. Dat is nog in onderzoek waar dat zal zijn. Samenvattend. Dit project is uniek, complex en historisch. We vernieuwen de brug en dat is echt noodzakelijk om een blijvende toekomstige verbinding te houden voor de A16... We veroorzaken daarmee ernstige hinder, maar ja, dat kan niet anders. Het is een uniek complexe operatie, zoals ik heb gezegd. We gaan de Westboog hergebruiken. Dat is duurzaam. Dat volgt de doelstellingen van Rijkswaterstaat. We vervangen de beweegbare delen. En het is veelomvattend en ingewikkeld complex, zoals ik al zei. De uitwisseling van de bogen betekent dus dat er 4 keer een transport zal plaatsvinden van de bogen. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het transport wat in 1990 ook al heeft plaatsgevonden toen de tweede Van Brienenoordbrug is aangelegd. En we hebben al een voorproefje gehad in 2021 toen de Zuurhofbrug was aangelegd en door de Van Brienenoordbrug was heen gevaren. Dus
eigenlijk kun je zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. Dit is de uitleg van het project. Ik hoop dat u het begrepen heeft. Dat hoop ik ook. En dankjewel voor je toelichting. En stel vooral vragen in de chat. Dus ook verduidelijkingsvragen zijn welkom. En dan gaan wij ondertussen kijken naar een film die opgenomen is op de brug. Roy was daar van de week langs en vertelt daar nog iets meer over de aanpak. De Van Brienenoordbrug, een Rotterdams icoon. Dagelijks rijden er 230.000 voertuigen overheen en ieder jaar passeren 120.000 schepen de brug. Het is een van de... Ik ben Roy Stroeven, ik ben een projectmanager van Rijkswaterstaat. En ik heb de opdracht om deze brug te gaan aanpakken. Ik sta hier tussen twee bogen, de westelijke boogbrug en de oostelijke boogbrug. En beide bogen zijn toe aan onderhoud. Wat we gaan doen, is dat de westelijke boog, die gaan we vernieuwen en die gaan we vervangen door een nieuwe boogbrug. Die nieuwe boogbrug gaan we ergens anders op een andere locatie bouwen. En vervolgens wordt die hier naartoe gevaren. De oude boogbrug wordt dan vervolgens eruit getild. En de nieuwe boogbrug wordt op de oude pijlers gezet. En die hele uitwisselingsoperatie doen we in de zomer van 2026. De oude westboog gaan we vervolgens op een andere locatie vernieuwen. Die vernieuwde westboog gaan we uitwisselen in de zomer van 2028 met de oude oostboog. Uiteindelijk zijn er dus dan weer twee nieuwe bogen. Een vernieuwde oostboog en een nieuwe westboog. De aanpak van dit project past dus helemaal in de duurzaamheidsgedachte van Rijkswaterstaat. We gaan de oude westboog opnieuw hergebruiken voor de oostzijde. Daarmee hergebruiken we dus meer dan 3000 ton staal. Een van de belangrijke redenen waarom we de oostelijke brugkleppen gaan vervangen, is omdat die deels bestaan uit houten balken. Deze houten balken zijn aan het einde van hun levensduur en daarom gaan we de beide kleppen vervangen door stalen kleppen. We staan hier in de basculekelder van de westelijke brug. Daarachter, achter die betonnen muur, is het water, varen de schepen. Daarboven is de beweegbare klep. Die wordt aangedreven door dit bewegingswerk hier in deze basculekelder. Dit is een zogenaamde heugelstangsysteem. Op het moment dat de brug open gaat, worden die oranje kolommen weggetrokken. Dat zijn de opzetstukken. En komt de brug in beweging. Dan komt het ballastkist die daarboven hangt, komt naar beneden. En dan gaat de brug open. Dit is de westelijke kelder. Dit is de nieuwste kelder. Dit is in 1990 gebouwd. En is eigenlijk nog prima in orde. Dit bewegingswerk hoeven we eigenlijk weinig aan te doen. Wat we wel gaan doen is dat dit systeem van een heugelstang gaan we zo meteen toepassen in de oostelijke kelder die hiernaast ligt. En die is echt aan vervanging toe. Dit is de oostelijke basculekelder. Dit is een ander systeem dan de westelijke kelder. Hier hebben we te maken met het tandbaansysteem. En in de oostelijke basculekelder hebben we te maken met twee kleppen. Dus ook twee tandbanen. Dit systeem met tandbanen is verouderd en moet worden vervangen. En we gaan die tandbanen vervangen door het andere systeem, het heugelstangsysteem, zoals we die in de westelijke kelder hebben. Het is een hele ingewikkelde operatie om deze tandbanen en deze kleppen te gaan vervangen. De enige manier om dat te doen is door het dak. En dat betekent dus dat het dak van de basculekelder moet worden eraf gehaald. Als dat dak eraf is, kunnen deze systemen eruit getakeld worden en kan vervolgens de nieuwe klep en het nieuwe bewegingswerk weer worden gemonteerd. De Van Brienenoordbrug is weliswaar nog een oude brug, maar hij is wel veilig. Veiligheid staat hoog in het vaandel, is topprioriteit nummer 1. Wij zorgen ervoor dat de brug veilig is en blijft. Dat wijzen ook alle inspecties uit die wij regelmatig houden. Er staat ongelooflijk veel op het programma. Dit is echt een gigantisch complex project. We gaan beide bogen vervangen. We gaan het bewegingswerk en de kleppen van de oostelijke brug vervangen. En het totale bedien- en besturingssysteem van de hele brug. En daarmee wordt deze brug weer als nieuw.
Nou, voor de snelle kijker, zo net vloekte er een paar tellen van een animatie door beeld. Vanwege de tijd hebben we besloten om deze nu niet te laten zien, maar je kunt hem altijd terugkijken op de site, op de landingspagina. En dan ben ik benieuwd, kijk naar Esther, hebben we wat vragen binnengekregen? Ja, er zijn zeker vragen binnengekomen. Er zijn eigenlijk allemaal verschillende vragen. Ik begin bij de eerste vraag. Er is een vraag, je gaf aan, Roy, dat er een breder fietspad komt. De mensen zijn benieuwd, komt er ook een voetpad op de brug? Ja, het voetpad is onderdeel van het fietspad. Dus je kunt gewoon ook lopen op het fietspad. Dat is eigenlijk net zoals dat het nu is. Dezelfde situatie als nu. Oké, dus eigenlijk komt er wel een fietspad. En dat zit, er komt een voetpad in het fietspad. Ja. Ja. Nou, in het einde van het filmpje kwam ook even de oostelijke en de westelijke kelder aan bod. En mensen zijn benieuwd naar dat oude en dat nieuwe systeem. Worden de twee oude kleppen vervangen door één nieuwe, net zoals dat bij de nieuwe is? Nee, de kelder die is best wel ingewikkeld. Er staan allemaal pijlers in, betonnen kolommen. Die moeten we laten staan. Ja, dus dat betekent dat we het hele systeem moeten behouden. Dat we twee kleppen houden in de Oostkelder. Dus de nieuwe Oostkelder zal ook weer twee nieuwe kleppen bevatten. Dus in totaal krijgt de brug en behoudt de brug gewoon drie kleppen. Ja, dus er komt wel het nieuwe systeem, maar we doen wel met twee kleppen en niet één. Mensen vinden het ook best spannend. Ze zeggen, nou, het lijkt me best spannend zo om een dragend deel, de bogen, te gaan vervangen. En ze vragen zich af als het weggedeelte dat maar houdt. Ja, wij zijn nu aan de voorkant, voordat er een aannemer is, zijn we al uitgebreid alles aan het ontwerpen. Wat wij nu bedenken, wat u gezien heeft in het filmpje, dat zijn we nu aan het ontwerpen. Dus wij zorgen ervoor dat straks alles hartstikke sterk en stevig is. Dus ook de nieuwe brug kan weer 100 jaar mee. Precies. En omdat het zo spannend is, vragen ze zich af, maar hoe veilig is nu de brug? De brug is heel veilig. Alleen we hebben ervaring met andere bruggen. Dat de brug, als we nu niks doen, dat die over 20 jaar, 10, 20 jaar, dat het dan slechter wordt. En dus moet je nu acteren. Dus we moeten echt nu de brug gaan vervangen, want anders hebben we straks echt een probleem. Maar mensen kunnen nu nog gewoon veilig over de brug. Ja, zeker. En we inspecteren de brug. Dat gaat regelmatig. Dus mocht er iets zijn, als er iets is, dan repareren we gelijk wat er kapot is. Oké. We hebben het net gehad over de bruggen en het beweegbare deel. We zijn ook benieuwd, want de brug heeft ook een veel grotere aanloop. Gaat er eigenlijk ook iets gebeuren op de aansluitende betonnen delen van de brug? Wat daar ook was de aanbruggen. Ja, wat we dus gaan doen, dat heb ik ook laten zien, is dat we wel aan de voorkant asfalt gaan vernieuwen op de aanbruggen en in de aansluitende wegen. Dat gebeurt in het jaar daarvoor. En voor de rest gaan we daar niks doen. Dus de breedte van het fietspad is daar op orde, dus we hoeven daar verder niks aan te doen. We hebben nog even tijd voor een laatste vraag. Er werd ook gedacht dat wellicht de tuien gewijzigd worden. Is dat zo? Of is dat ook een... De tuien gewijzigd in de hoeken? Komen nieuwe tuien in de Westboog. Alleen de vorm blijft gewoon hetzelfde, zoals nu. Dus alleen op details, aansluitingen, die zullen iets anders zijn. Ja, dus we gaan ze wel renoveren. Ja, we moeten nieuwe berekeningen. Alles moet voldoen aan de nieuwste normen straks. Dus de brug zal ook wat dikker worden. Want anders heb je straks weer hetzelfde probleem als wat we nu hebben. Ja. Nou, ik hoop dat de vragen goed zijn beantwoord. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om ze zo goed mogelijk te stellen en om soms door te vragen. Maar blijf vooral de vragen stellen, want ik breng ze hier graag voor jullie voeten. Dat vanavond. Ik denk dat we door kunnen met het volgende onderwerp. Ja, dat is goed. Gaan we dat doen? Neem ik jullie mee in onze plannen voor de bereikbaarheid. En dan zoom ik in op drie onderwerpen. De hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart. Welke aanpak we gaan uitwerken om die hinder te beperken. En de grote vraag is, hoe houden we de regio bereikbaar? Nou, zoals Roy net al zei, we hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om de bruggen te gaan vervangen, de boogbruggen te gaan vervangen in plaats van renoveren op de plek zelf. En dat heel gunstig is voor de hinder. We gaan daardoor gewoon een veel minder lange periode hinder veroorzaken. Alleen, we doen het nou zeg maar in de vorm van een korte klap. Alleen ook deze zal nog heel stevig zijn en gaat heel veel hinder opleveren. Dat is gewoon onvermijdelijk. Dat is wel voor het wegverkeer tijdens de uitvoering in de drie zomerperiodes. Als voor de scheepvaart
Er zullen stremmingen zijn voor alle vaart. En er zal ook een bepaalde periode niet mogelijk zijn om de brug te bedienen. Er zijn de brugkleppen dicht. Om de hinder te beperken zijn we al een geruime tijd, eigenlijk het jaartal wat Roy noemde, 2016, zijn we ook al gestart met samenwerken, met afstemmen met de regio, regionale partijen, bedrijfsleven en aan belangenorganisaties om gezamenlijk gewoon goede plannen te maken. Ga ik even eerst wat meer inzoomen op het wegverkeer, daarna komt scheepvaart. Nou, de gele blokken is elk jaar afgepeld, zullen we maar zeggen. En je ziet dus in het vet gedrukt de hoofdwerkzaamheden. In 2026 zijn dat 7 weken. Daarvoor afgaand en na afloop zullen we nog een aantal maanden in de weekenden nachten werkzaamheden moeten afronden. Ter voorbereiding en ter afronding. In 2027 gaat het dus over 14 weken dat we echt in uitvoering zijn. En daarvoor afgaand ook een aantal maanden in de weekenden in de nachten. En een groot blok hinder zal ook nog zijn na afloop van het uitvoering van de beweegbare delen. Want dan moeten we namelijk het hele, het nieuwe machine zal ik maar zeggen, moeten we gaan inregelen. Gaan in bedrijf gaan stellen, gaan afstellen en gaan testen. En dat alles bij elkaar kost gewoon heel veel tijd. En we zullen dus in een periode van een half jaar bijna alle nachten en bijna alle weekenden bezig zijn om dat werk uit te voeren. Nou, dan eindigen we in 2028 als alles volgens planning verloopt en dan gaan we de Oostbocht aanpakken, zoals Roy ook al uitgelegd heeft. Wederom 7 weken hinder voor de hoofdwerkzaamheden en voorafgaand en afloop weer een aantal maanden dat we in nachten en weekenden werkzaamheden zullen uitvoeren. En als we die, zoom ik nog even in op die hoofdwerkzaamheden van die 7 weken. Nou, we hebben nu de situatie nu is, hè, twee boogbruggen, 12 rijstroken, die zijn beschikbaar. Als we een hele boog eruit halen, dan hebben we nog maar de helft van de capaciteit over. En ons plan is om dan de 2 rijrichtingen over 1 boog te laten rijden, zogenaamde contraflow. En dat betekent, ja, wat ik al zei, de helft van de capaciteit, dus het zal enorm druk worden. En in die periodes van 7-14-7, echt die zomerperiodes, zullen ook een aantal momenten zijn waarop de hele brug dicht gaat. En ik kan je heel goed voorstellen dat we echt op het moment supreme, dat we de bogen aan het uitwisselen zijn, dat dan, dan wil je gewoon ook geen verkeer op de andere brug die er dan nog wel ligt. We hebben ook de hinder voor het wegverkeer hebben we ook afgezet tegen de tijd en tegen de mate van drukte op de weg. Een soort schema. En ik wil het even toelichten. U zit in de bovenste balk de drukte uitgebeeld in rood, oranje en geel. Nou, rood staat gewoon voor normale werkweken. Dan is het echt gewoon de drukte zoals we hem nu ook kennen. Of tegen die tijd misschien nog wel drukker. Je weet niet hoe het verkeer zich precies ontwikkelt. De oranje blokken die staan voor weken waar het al iets rustiger wordt, omdat we richting een vakantieperiode gaan. Geel is echt de vakantietijd, zomervakantietijd. Dan hebben we weer een paar oranje weken, dat het verkeer weer wat drukker wordt. En rood is gewoon weer volle drukte. En als je dan kijkt naar de uitvoeringsjaren, dan zie je vooral dat 2027 eruit springt. En dat bijna voor de helft van die tijd zullen we die uitvoeren in normale werkweken. Dus dat wordt echt voor het verkeer echt de forste jaar dat we in uitvoering zijn. En overigens hebben we deze inschatting, die best al wel gedetailleerd is, terwijl we eigenlijk nog zoveel jaren voor uitvoering zijn. Ja, die hebben we kunnen we maken omdat we gewoon al heel ver zijn in het maken van de plannen, de ontwerpen, zoals Roy ook toelichtte. Dus op basis daarvan kunnen we de hinder nu ook al goed inschatten. Los van het feit dat we nog geen aannemer hebben, die zoeken we nog. Daar zijn we nu volop mee bezig, heeft Roy ook uitgelegd. En als die zijn plan heeft gemaakt, dan weten we met steeds meer zekerheid wat de echte uitvoeringsperiode wordt. Even kijken. Hoe ga je dan hinder ervaren in die periode van uitvoering? Nou, het zal in ieder geval afhankelijk zijn van het moment dat je gaat rijden en van de omstandigheden die dan op dat moment op de weg zijn. Stel je gaat rijden in de nacht, in de weekenden, in de zomervakantieperiode, dan zal het ook drukker worden, zeker drukker worden, maar dan is het nog wel te doen, is de inschatting. Maar ga je juist in de spits,
ga je in op normale werkweken en buiten die vakantieperiode over de Van Brienenbrug rijden, dan is de verwachting dat je een uur of meer extra reistijd hebt bovenop het normale reistijd plus oponthoud, wat je nu ook al gewend bent op de brug. Dat is forse hinder. Ernstig. En daar moeten we er eigenlijk ook samen gewoon eigenlijk slim gaan reizen. Daar gaat mijn volgende onderdeel over. Want hoe houden we nou die regio bereikbaar? We volgen als project de minder hinder aanpak van Rijkswaterstaat. En dat houdt in dat we slim plannen, slim bouwen en slim reizen. Het slim plannen hebben we eigenlijk al gedaan. Want we hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden, die ernstige werkzaamheden, juist in de zomerperiodes uit te voeren. Slim bouwen is al een keuze gemaakt om de bruggen te gaan verwisselen, vervangen, in plaats van in het verkeer te gaan renoveren. En dan hebben we ook nog slim reizen. Daar zijn we nu ook mee opgestart. Of eigenlijk al een tijd, maar goed, dat bestaat uit 4 onderdelen. Verkeersmanagement, reisrouteinformatie, mobiliteitsmanagement en communicatie. Verkeersmanagement moet u denken aan grootschalige omleidingsroutes die zullen worden ingezet. Reizenrouteinformatie is de verkeersinformatie die je op je telefoon kan ontvangen of in je carkit. Mobiliteitsmanagement daar kom ik zo meteen nog wat uitvoerig op terug, vragen om een gedragsverandering. Ga met de fiets naar je werk of blijf juist thuis en ga thuis werken, wat we allemaal hebben ontdekt de afgelopen 2 jaar. En we gaan uiteraard ook uitvoerig communiceren via de gebruikelijke kanalen, de Aan een Beter campagne en via alle mogelijke media zullen we iedereen willen proberen te bereiken. We zijn gestart met een plan om te komen tot die aanpak voor slim reizen. En daarbij hanteren we een aantal randvoorwaarden, een aantal uitgangspunten. De 2 eerste boelens zijn voor ons echt randvoorwaardelijk. Om dat slim reizen überhaupt te kunnen toepassen. Want de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten moet gewoon voorop staan. Dat gaat over veiligheid. Ziekenhuizen moeten bereikbaar zijn. Dus dat moeten we gewoon kunnen garanderen. En daarnaast gaan we voorkomen dat er conflicterende werkzaamheden zijn. En dat bijvoorbeeld 2 projecten gelijktijdig in uitvoering zijn, terwijl ze op elkaars omleidingsroutes, van elkaars omleidingsroutes gebruik maken. Dat is ook iets niet wat zeer onwenselijk. Is ook randvoorwaardelijk. En daarnaast hebben we nog een aantal uitgangspunten. We gaan heel veel aandacht geven ook aan de regionale en lokale netwerken. Zijn we uiteraard al met Rotterdam en Capelle en andere gemeentes en organisaties over in gesprek. Over hoe we wat de effecten van de hinder op de Rijksweg voor een effect zal hebben op het stadsverkeer en andere omliggende wegen rondom de brug. We gaan sturen op alternatieven, dat zijn weer die mobiliteitsmaatregelen. En we sturen ook op eigen verantwoordelijkheid. We moeten echt samen die gedragsverandering gaan doormaken. Gewoon ook de adviezen die we straks aan weggebruikers meegeven, om die te gaan opvolgen. We moeten het samen doen. En we willen met de keuze die we maken in de aanpak en in de soorten maatregelen die we gaan inzetten, willen we aansluiten op bestaande initiatieven. Er is al veel ervaring met mobiliteitsmanagement, met mobiliteitsmaatregelen. En daar gaan we zeker gebruik van maken en op voortborduren. Nou, zoals gezegd, we zijn een samenhangend pakket aan maatregelen opstellen. Dat gaat de komende jaren gaat dat in ontwikkeling komen. De verwachting is dat we een keuze kunnen maken over een samenhangend pakket waar we ook echt wel kijken naar wat is kostenefficiënt en welke maatregelen wij zullen beter werken dan de andere. Wat is gewoon de beste oplossing die we nodig hebben voor het werk en mogelijk ook nog voor zijn structurele gedragsverandering. Daar kijken we ook naar. En dat doen we samen met een aantal partijen die staan op de sheet gepresenteerd. Rotterdam, Capelle, de Barchgemeente en de Drechtsteden. Daar hebben we intensieve samenwerking mee. Provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam, Den Haag, Zuid-Holland bereikbaar en het havenbedrijf Rotterdam. En daarnaast zullen we ook gesprekken hebben, en hebben we ook al gehad in de afgelopen periode, met belangenorganisaties van zowel weg als water en het bedrijfsleven. Tot zover het wegverkeer. We hebben nog een aantal aandachtspunten voor de scheepvaart, want die gaan ook hinder ondervinden. Ook in alle 3 de jaren. En het is een beetje
een beetje voor de normale scheepvaart is het ieder jaar een beetje hetzelfde verhaal. Het is namelijk sprake van 1 week stremming. Als wij die boog aan het uitwisselen zijn, willen we geen andere scheepvaart rondom de Van Brienenoordbrug. Dus de inschatting nu is dat er 1 week de vaarweg gestremd is, ter hoogte van de brug. Dat geldt dus voor alle 3 de jaren. En voor de hoge vaart zit er wel een verschil in. Als we de boog gaan uitwisselen, dan is er sprake van 7 weken hinder voor de hoge vaart. En dat betekent dat de brug niet open kan. Dus zij zullen ook naar een alternatieve oplossing moeten kijken. En 11 maanden stremming in 2027 als beweegbaar deel wordt aangepakt. Vanaf het moment dat we het eerste draadje doorknippen, kan de brug niet meer gedraaid worden. Tot het moment dat we het beweegbaar deel weer in bedrijf kunnen nemen, zit 11 maanden stremming voor die sector. Voor de scheepvaart hebben we in eerste instantie gekeken of er omvaarroutes mogelijk zijn, of die er is. Nou, die is er op zich. Voor een heel groot deel van de sector zal er omgevaren kunnen worden. En als je van zee komt, dan is het via de Oude Maas en de Noord. En als je dan naar het noorden wil, via de Hollandse IJssel, vaar je eigenlijk onderlangs de Van Brienenoordbrug. En dat duurt uiteraard langer, maar het is wel een optie. Waar we daarnaast ook naar kijken, is dat op die omleidingsroutes, om de omvaarroutes, dat is een beter woord, daar liggen wel tal van bruggen. En onder de aandacht hebben we in ieder geval van, moeten die bruggen nu vaker open of langer open, omdat het vaarverkeer drukker wordt op die route. Dus daar gaan we zeker ook nadrukkelijk naar kijken. En daarnaast werken we nog aan aanvullende maatregelen, overleg met de belangenorganisaties, samenspraak met de sector, van wat is er nog meer nodig om ook het vaarwegverkeer op een veilige en beheerste manier te kunnen laten doorstromen. En we gaan net als voor de weg ook de scheepvaart informeren via allerlei kanalen. En we gebruiken daar ook de berichten aan de scheepvaart voor. Dat is wel een gebruikelijke medium. Wil ik nog even 1 zaak benadrukken. Of vertellen. Eigenlijk wat we tot nu toe hebben toegelicht, wat Roy heeft verteld en wat ik heb verteld en waar zo meteen Tessa ook over gaat toelichten, is dat zijn de plannen die we tot nu toe hebben uitgewerkt. Dat is gewoon de werkzaamheden waar we het meeste feeling mee hebben, wat we weten wat we gaan doen en hoe we het ook de opdracht op de markt gaan zetten. Maar er zijn heel veel groepen waar we nu nog juist meer in contact moeten komen. En we zien deze webinar wel als een aftrap om vooral ook met omwonenden, met de wijkraden in Rotterdam, diverse partijen zullen wij meer het contact gaan opzoeken. En zeker naarmate we dichter bij de uitvoering komen, is dat ook nodig. Volgens mij is het een mooi filmpje. Ja. Van Jasper. Dat is waar. Zullen we daarna gaan kijken? Ja. Leuk. Ja, we schakelen even door naar een film, ook op en rond de brug, van de bereikbaarheidscoördinator van het project Jasper de Vries. Ik ben Jasper de Vries en ik werk voor Rijkswaterstaat als bereikbaarheidscoördinator voor het project Vernieuwen Van Brienenoordbrug. Ik zit hier in de waterbus die dagelijks zo'n 30 keer van Dordrecht naar Rotterdam vaart en dus ook onder de Van Brienenoordbrug doorkomt. De vernieuwingsoperatie van de Van Brienenoordbrug gaat in de zomerperiodes van 2026, 2027 en 2028 zorgen voor forse hinder voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Daarom zijn we samen met partijen als de gemeente Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Zuid-Holland Bereikbaar en de scheepvaartsector nu aan het nadenken over oplossingsrichtingen die de hinder straks acceptabel moeten houden. Daar hebben we in andere projecten al best veel ervaring mee opgedaan en we maken er ook gebruik van bestaande oplossingsrichtingen, maar we denken zeker ook na over nieuwe. Voor weggebruikers gaat het dan onder meer om thuiswerken. En als de afgelopen coronaperiode iets duidelijk heeft gemaakt, is dat thuiswerken echt mogelijk is geworden. En ook straks tijdens de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug is dat een van de belangrijkste oplossingsrichtingen om de hinder te beperken. Oppak de fiets. En dat is ook nog eens gezond om te doen. En in de zomerperiode doe ik helemaal zo gek nog niet. Je kunt ook het openbaar vervoer pakken, zoals deze snelle waterbus. En dan ervaar je de Van Brienenoordbrug of Rotterdam ook nog eens van een hele andere kant. De werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug zorgen straks voor veel extra reistijd, bovenop de bestaande drukte. Dit zal straks de hele dag zo zijn,
maar de meeste hinder zul je ervaren in de ochtend- en avondspits. Mijd daarom de brug zoveel mogelijk, met name in de spits. Laat je goed vooraf informeren en plan je reis slim in. Als laatste zal Rijkswaterstaat straks als alternatief voor de Van Brienenoordbrug omleidingsroutes instellen. En ook hierbij geldt weer, laat je elke keer goed informeren wanneer je wel over de Van Brienenoordbrug kunt rijden of wanneer het slimmer is om gebruik te maken van een van deze omleidingsroutes. Zoals gezegd, de komende jaren werken we aan allerlei oplossingen die ervoor moeten zorgen dat automobilisten een goed alternatief hebben tijdens de werkzaamheden. En dat doen we in goed overleg met allerlei belanghebbenden, zoals forensen, de transportsector, OV-bedrijven en hulpdiensten. Samen met onder meer het havenbedrijf en de scheepvaartsector kijken we nu al wat mogelijk is om de hinder voor de scheepvaart te beperken. Zo onderzoeken we of bijvoorbeeld vaarroutes via de Oude Maas, de Noord of de Hollandse IJssel een alternatief kunnen gaan bieden voor de scheepvaart straks. En zo ja, wat het dan bijvoorbeeld betekent voor de bruggen die op die routes vaker open zullen moeten voor de hoge scheepvaart en wat het effect daar dan weer voor is voor het wegverkeer. Tot slot, hinder beperken kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met iedereen die betrokken is. Nou, dat was het film van onze bereikbaarheidscoördinator. En ik denk dat het nu tijd is om wat vragen te beantwoorden. Ja, en ik wil even beginnen met noemen. Ik probeer zoveel mogelijk vragen van jullie te beantwoorden of in ieder geval te stellen. Sommige vragen zullen misschien niet behandeld worden en die zijn dan net uit mijn zicht ontsprongen. Maar die worden wel na afloop nog schriftelijk beantwoord en die zullen we ook op de site plaatsen. Dus mocht uw vraag niet zijn beantwoord, dat komt alsnog. Eigenlijk de eerste vraag die binnenkwam is, tot hoever reikt nou die overlast die wij gaan veroorzaken? Is dat ook in de stad bij bijvoorbeeld de Maasboulevard? Wordt de Erasmusbrug veel drukker? En hoe zit het met de Maastunnel? Kan je daar iets over toelichten? Ja, er zal zeker overal druk worden. We gaan uiteraard ons best doen om zogenaamd sluipverkeer te voorkomen. Dus dat doen we ook plannen samen met de gemeente Rotterdam, maken we daar plannen voor hoe we dat in goede banen kunnen leiden. Maar ja, het effect zal het groot worden. En als je weet hoe het met de aanpak van de Maastunnel was, dan was het de eerste week was het echt zeg maar chaos in de stad. En later dan gaat zich dat weer wel voegen en dan weten de mensen hun weg te vinden. Maar we gaan dat zeker, dat zal zeker effect hebben. Ja. En verwacht je ook echt chaos of proberen we het vooral iets drukker, maar wel beheersbaar te houden? Wat denk je de eerste weken? Ja, dat is lastig. Daarom ook al vroegtijdig onze stimuleringen om mee te denken, om mee te werken aan de maatregelen die we gaan inzetten om juist die regio bereikbaar te houden. Het hangt van ons allemaal samen af eigenlijk. Ja, wij kunnen natuurlijk de plannen maken en zoveel mogelijk doen, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de weggebruikers die er wel of niet zijn. Ja, dat klopt. Ze vroeg ook al, een andere vraag was over een combinatie met een ander project. Zeiden, in hoeverre hebben de plannen uit de mid-oeververbinding met betrekking tot de herinrichting van de A16 invloed? En worden die meegenomen in onze planning? Oftewel, wordt er geen dubbel werk of dubbele overlast gecreëerd? Ja, wat ik weet van die mid-verkenning is dat die kijken naar een groter stuk A16, waar dan de Van Brienenoordbrug middenin valt. En daar kijken ze naar oplossing van echt van knelpunten die op het Terbrechtseplein zijn en op Ridderkerk Vaanplein. En verder hebben we wel raakvlakken en stemmen we af over bijvoorbeeld wat er op en rond die, als je onder de aanbruggen van de Van Brienenoord gaat, met fiets, wandelt, met auto, of daar verbeteringen mogelijk zijn. En dat zijn wel punten die meer in dat project worden meegenomen, zodat wij ons echt kunnen focussen op de aanpak van de bogen aan zich. Ja, dus begrijp ik het dan dat wij wel contact houden met hen, met het project. Ja, zeker. Zodat wij op onze brug de juiste dingen doen en zij... Dat klopt. Ja. Oké. Mensen dachten ook met ons mee en vroegen zich af, hoe wordt de routering van de gevaarlijke stoffen gedaan? Op momenten dat de brug voor alle verkeer gesloten is. Toen zat ik zelf even na te denken, alle verkeer gesloten. Volgens mij hebben we altijd wel een weg die over de brug gaat.
Nee, op zich, als we echt die bogen, moment suprême, als we die bogen aan het uitwisselen zijn vanuit veiligheidsoogpunt, ja. Wil je gewoon dan geen verkeer nergens op de brug. Mm-hmm. Uitzondering misschien nood- en hulpdiensten, dat je daar ja. iets voor regelt, maar geen normaal verkeer. Dus zal er een oplossing moeten komen voor gevaarlijke stoffen, ja, transportgevaarlijke stoffen. Ja, je had het al even over de hulpdiensten. Dus zowel voor de gevaarlijke stoffen als voor de hulpdiensten komt een aparte route. Ja, zover zijn we op zich nog niet. Dus ik zie dat wel als nadere uitwerking. Het zijn zeker aandachtspunten, dus bedankt daarvoor. Maar dat nemen we mee in de totale aanpak. Ja. We hebben ook een vraag en die gaan we volgens mij de komende jaren nog uitzoeken. Dat gaat erover, komt er ook een extra veerdienst / waterbus van noord naar zuid en vice versa? Dus iemand die al mee wil denken met Jasper over alternatieven van hoe kunnen we nou helpen om het toch bereikbaar te houden. Volgens mij Jasper ligt het al even kort toe in het filmpje en gaan we naar dat soort oplossingen kijken. Ja, zeker. Je ziet wel het spanningsveld ontstaan dat er juist op trajecten van openbaar vervoer, ook de waterbus hoort er ook bij, die niet zo heel veelvuldig gebruikt wordt, dat daar juist op gesneden gaat worden, terwijl wij het straks als alternatief nodig hebben. Dus we gaan ook echt vroegtijdig, eigenlijk nu as we speak, gaan we al juist met de openbaar vervoersbedrijven in gesprek, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dan ter tijde van uitvoering optimaal het openbaar vervoer kunnen inzetten. Ja. Eigenlijk allerlei alternatieven om mensen toch van A naar B te krijgen. Ja, ja. De laatste vraag die ik binnen heb is, wat zijn nou onzekere factoren die nu niet te beïnvloeden zijn, maar zo dadelijk wel invloed hebben? Ja, dat is een vrij moeilijke vraag, dus misschien kan ik vond het ook maar op. Die invloed hebben op de verkeersdrukte, neem ik aan. Dus wat zijn mogelijke... Ik denk dat wij er gewoon nog even over na moeten denken en daar met een heel slim antwoord op terugkomen. Ja, dat lijkt me een goed voorstel. Nou, voor nu. Ja? Dat was de laatste vraag. Oké, mooi. Ja? Ja. Nou, dan gaan we door met het laatste deel, het laatste onderwerp van deze avond. En dan wil ik Tessa het woord geven. Dankjewel. Tessa Monshouwer. Ik werk als adviseur vergunningen voor het project Vernieuwen van Brienen Noord. Ik wil je graag iets vertellen over de vergunningen die nodig zijn voor het vernieuwen van de Van Brienen Noordbrug. En dan in het specifiek een procedure die nu vroegtijdig al opgestart is. De omgevingsvergunning, afwijking, bestemmingsplan. Allereerst even iets over waarom we eigenlijk vergunningen aanvragen. Eerst is eigenlijk met een vergunning kan een bevoegd gezag, denk bijvoorbeeld aan gemeente Rotterdam of aan een waterschap, kan beoordelen of een project en de manier waarop het straks uitgevoerd wordt door de aannemer, of dat toelaatbaar is. Het is ook mogelijk dat het bevoegd gezag bijvoorbeeld nog extra voorwaarden stelt aan activiteiten. En met een vergunning is het ook mogelijk voor omwonenden en voor andere belanghebbenden om te reageren op het plan. Nou, voor wat voor soort vergunningen hebben we het dan? Ik noemde net al even de aannemer, die is nu nog niet aan boord, maar die komt natuurlijk over een paar jaar wel. Die zal zorgen voor de uitvoeringsvergunningen. Dan denken we bijvoorbeeld aan toestemming om te mogen slopen, het inrichten van een bouwterrein, maar ook aan het omleiden van het verkeer, waar Marianne het er net al over had. Vooruitlopend daarop is Rijkswaterstaat nu al bezig om niet voor die tijdelijke situatie, maar juist voor de definitieve situatie te zorgen dat ook daar de vergunningen voor aangevraagd worden. Dan moeten we denken aan een omgevingsvergunning voor het bouwen. Dus voor de brug op zich, dat er gewoon een sterk en mooie brug weer is. Maar denk ook aan een watervergunning voor bijvoorbeeld het werken nabij een waterkering. Een waterkering is, dan bedoel ik de dijken op zowel de noordoever als de zuidoever. En de procedure die nu loopt is de omgevingsvergunning afwijkingsbestemmingsplan. Voordat ik over die laatste iets meer ga vertellen. Laat ik dat nu maar doen. Over die laatste iets meer vertellen. Waarom hebben we een omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan nodig? Dat heeft te maken met het feit dat de brug breder wordt. Aan beide kanten zo'n 2,5 meter. Twee redenen daarvoor die hier te zien zijn op de foto's. De ene is de verbreding van het fietspad. We zien hier natuurlijk niet het verbrede fietspad, maar het huidige fietspad. Het fietspad wordt breder en daarmee wordt de totale brug ook breder. En daarnaast de westboog,
die is op het linkerplaatje aan de rechterkant te zien. Die wordt straks, zoals Roy daarnet ook al vertelde, wordt gebruikt om de oostboog te vervangen. Nou is die huidige westboog is breder dan de huidige oostboog. En ook daarmee wordt de totale brug dus ietsje breder. Nou, doordat die brug dus ietsje breder wordt, past die niet meer in de bestemmingsplannen zoals gemeente Rotterdam ze heeft vastgelegd. We zien hier een lappendekentje van een aantal bestemmingsplannen. Deze vier zijn de belangrijkste, weergegeven met verschillende kleuren. En in het midden zien we de brug. En omdat dus de nieuwe brug of de brug naar vernieuwing wat breder wordt, past die ook niet meer binnen die lijntjes. Nou, om nou uiteindelijk zo'n vergunning te kunnen verkrijgen, is het belangrijk dat Rijkswaterstaat laat zien dat de goede ruimtelijke ordening niet in geding komt. Nou, dat is een hele mond vol. Het betekent eigenlijk dat Rijkswaterstaat moet laten zien dat met het project de leefkwaliteit en de woonkwaliteit zeg maar niet te zwaar geschaad worden. Om dat te onderbouwen is er een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Die allereerst bevat dan natuurlijk een projectomschrijving, wat gaan we nou doen. En verder wordt er gekeken naar eigenlijk naar wat de definitieve situatie, wat daar het effect op is van het project. Dat betekent dat er verschillende milieuonderzoeken gedaan zijn. Bijvoorbeeld denk aan geluid, aan lichthinder, maar ook aan natuur. Om te kijken wat uiteindelijk het effect is. Daarnaast is in overleg met gemeente Rotterdam hebben we ook aandacht besteed aan de tijdelijke situatie. Dat is niet zo gebruikelijk in de ruimtelijke onderbouwing, maar omdat de werkzaamheden dus plaatsvinden over meerdere jaren, over 2026, 2027 en 2028, hebben we ervoor gekozen om dus toch ook aan de tijdelijke situatie aandacht te besteden en dus ook daar te kijken naar wat heeft het project nou voor effect op geluid, op natuur en op al die andere aspecten. Nou, als we naar de uiteindelijke conclusie kijken, zoals we die in de ruimtelijke onderbouwing kunnen lezen, dan komt de goede ruimtelijke ordening, daar is de mond vol weer, komt niet in het geding. De gemeente is nu bezig om die conclusie te toetsen en natuurlijk ook de bijbehorende onderbouwing. Het ontwerpbesluit afwijking bestemmingsplan, dat is uiteindelijk waar de gemeente zijn conclusie in formuleert. En dat gebeurt naar verwachting over een paar weken, dus in juni van dit jaar. Voor omwonenden, voor andere belanghebbenden is het mogelijk om daarop te reageren. Dus als u bij het lezen ervan, ik laat straks nog even weten waar alle stukken te vinden zijn. Maar als u bij het lezen van denkt van ik wil hier graag op reageren, dan is het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Rotterdam. En gemeente Rotterdam die neemt alle zienswijzen dan mee en stelt dan uiteindelijk de definitieve vergunning op. We verwachten dat zo rond oktober zal zijn. En als die vergunning er is, dan is het ook nog mogelijk om daar tegen in beroep te gaan. Ik zit even te denken wat ik nog meer moet melden hierover. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat de zienswijzeperiode dus loopt vanaf het moment dat die publicatie er is. Dus in juni van dit jaar. En dat u dan 6 weken de tijd heeft om te reageren. Nou, voor de andere vergunningen geldt weer een iets andere vorm. Maar is ook de mogelijkheid om te reageren. Dus de omgevingsvergunning bouwen waar ik het eerder over had. En de watervergunning die verwachten we in december van dit jaar in te gaan dienen. Dat betekent dat er in het eerste kwartaal van 2023 de mogelijkheid zal zijn om ook op die besluiten, om op die vergunningen te reageren. Nou, waar kunt u nou zo'n besluit inzien? Dat kan op www.overheid.nl. Het ontwerpbesluit afwijking bestemmingsplan zal gepubliceerd worden in het digitale gemeenteblad. Nou is dit altijd best wel een zoektocht. Dus wat we hier hebben neergezet, dat is de mogelijkheid om u te abonneren op berichten over uw buurt. Als u daar naartoe gaat, naar overheid.nl, berichten over uw buurt, dan kunt u daar het adres invullen zoals de aanvraag dat heeft gekregen van de bouwinspecteur van de gemeente.
En dat is Schaardijk 2475. Dus als u dat invult, dan krijgt u een seintje op het moment dat het ontwerpbesluit gepubliceerd is. En daar staat ook nog helemaal beschreven hoe u dan precies kunt reageren. Nou, het waren een heleboel monden vol. Ik hoop dat het een helder verhaal was. Net als Jasper en Roy ben ik ook niet onder de brug en niet in de brug geweest, maar wel erop. Daar leg ik ook nog eens een keer wat uit over het vergunningentraject. Dus laten we daar even naar kijken. Vergunning waarvan de procedure momenteel aan loopt bij gemeente Rotterdam is de omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan. De brug is na de vernieuwing bijna identiek aan de huidige brug, maar toch past de nieuwe brug niet volledig in de bestemmingsplannen van gemeente Rotterdam. De Westboog wordt in 2026 vervangen door een nieuwe boog. En de oude boog komt 2 jaar later op de plek van de Oostboog. Om die reden wordt de totale brug dus een stuk breder. En zoals te zien is de Westboog, de huidige Westboog, een stuk breder dan de Oostboog. Ook het fietspad wordt nog verbreed. Al met al komt de totale verbreding op zo'n 2 keer 2,5 meter. Ondanks de relatief kleine verandering is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat hiervoor een vergunning aanvraagt bij gemeente Rotterdam. Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan. Dat is inmiddels gebeurd. Gemeente Rotterdam heeft een ontwerpvergunning opgesteld. Die is in te zien op www.overheid.nl. Een verwijzing naar de ontwerpvergunning wordt opgenomen op de website van dit webinar. Wie bezwaar heeft, kan dat laten weten aan de gemeente. Het indienen van zo'n zienswijze kan tot 6 weken na de publicatie van de vergunning. De gemeente neemt de zienswijze mee in het definitieve besluit. Voor wie dat wil, is er de mogelijkheid om daarna in beroep te gaan. Al die vergunningen, het is misschien een beetje ingewikkeld. Maar we willen iedereen graag informeren over de vergunningen die worden aangevraagd en over de manier waarop iedereen erop kan reageren. Lees het nog eens rustig na op de website. Nou, Tessa, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Ik kan me voorstellen dat dit een beetje moet landen, al deze informatie. Maar ik ben toch benieuwd, Esther, zijn er wat vragen over binnengekomen? Nou, zoals Tessa al zei in het filmpje, vergunningen zijn best lastig. En dat zien we ook terug in de vragen. Maar er is wel aangeslagen ook op het breder worden van de brug. Iemand vroeg zich af, bij het breder worden van de brug, heeft dat dan ook consequenties voor de aansluitende wegen? Ja, dat kan ik misschien het beste beantwoorden. Nee, het brede van de brug, dat is één ding, maar we zorgen ervoor dat, dat de rijstroken gewoon naadloos aansluiten op elkaar. En die lopen gewoon door. Hè. Dus de strepen op de weg, die blijven gewoon recht doorlopen. Het is niet zo dat dat ineens gaat verspringen, omdat de brug breder is. Dus het blijft gewoon recht doorlopen. En het feit dat die brug breder wordt, betekent ook dat hij wat veiliger wordt. Dus achter de vangrail komt er meer ruimte. Oh ja. Ik dacht, ik help de mensen even een beetje met de vragen. Ik dacht, ze willen vast weten, stel dat je nou een zienswijze indient. Wat gebeurt er dan eigenlijk met zo'n zienswijze? Ja, dat is wel een leuke vraag. Op het moment dat zo'n zienswijze ingediend wordt, dus ik denk even Esther dient hierbij een zienswijze in. Dan zal de gemeente die gaat alle zienswijzen verzamelen en die zal ze ook allemaal beantwoorden. Dus elke vraag krijgt ook een antwoord. En uiteindelijk zal de gemeente ze ook meenemen uiteindelijk in de definitieve vergunning. Sommige vragen zullen meer vragen zijn om meer informatie en dan is het daarmee ook afgehandeld. En in een heel groot geval kan het ook zijn dat de gemeente zegt van goh, hier moet wel echt iets mee gebeuren. En kijk dan naar het project voor een aanpassing. Okay. Voordat de vergunning verlengd wordt. Ja. Dus de beantwoording van de zienswijze gebeurt in eerste instantie door de gemeente Rotterdam. Ja. Weet jij toevallig wat de gemeente Rotterdam vindt van het project? Nou ja, officieel moeten we nu natuurlijk de hele vergunning afwachten. Dan weten we echt wel wat ze vinden. Maar we zijn natuurlijk al wel een tijdje in overleg. En we hebben afgelopen februari heeft de gemeenteraad er ook al een keer naar gekeken. En daar ook een besluit op genomen. En ook op dat besluit zullen mensen, als ze naar overheid.nl gaan, zullen ze in juni ook bij de ontwerpbesluit, zullen ze ook dat besluit van de gemeenteraad ook zien.
Nou, en daarbij werd wel duidelijk dat de gemeenteraad geen grote bezwaren ziet tegen het plan. Dus daar werden wij natuurlijk heel blij van dat we samen verder kunnen. Precies, dat we samen door kunnen met het project om te zorgen dat de brug, dat de route veilig blijft. Op een gegeven moment noemde je ook nog twee andere vergunningen. Dat was de omgevingsvergunning water en de omgevingsvergunning bouwen. Kan je uitleggen wat dat voor vergunningen zijn? De omgevingsvergunning bouwen. Ik zeg stiekem af en toe gewoon nog bouwvergunning, omdat dat lekker kort is. Maar formeel omgevingsvergunning bouwen, die is echt voor het object zelf. Dus waar Roy van zegt, een brug moet veilig zijn, moet sterk zijn, gaat de gemeente dat ook toetsen. De gemeente zal kijken, is die brug straks sterk genoeg om overheen te rijden? Is die veilig? En daarnaast zijn er ook andere dingen die getoetst worden. Bijvoorbeeld eerst het vinkje, past het dan in dat bestemmingsplan waar we nu mee bezig zijn? Maar ook is de welstandscommissie het ermee eens? Dus er zijn allerlei toetsen die ze dan uitvoeren. En je vroeg nog een tweede, hè? De watervergunning. De watervergunning, ja. Nou, er zijn een aantal watervergunningen. Het kan best zijn dat aannemer straks watervergunningen zal moeten aanvragen ook nog voor de uitvoering. Dus denk bijvoorbeeld aan als er een kleine bemaling nodig is of als er iets geloosd moet worden. Maar als we meer naar de definitieve situatie kijken, dan moeten we bijvoorbeeld denken aan het feit dat er misschien iets bij de waterkering is of dat er een nieuwe hemelwaterafvoer toegevoegd wordt aan de brug. En daar wil een waterschap of een hoogheemraadschap graag iets over zeggen. Dat doe je met zo'n watervergunning. Oké. Er zijn geen extra vragen over de vergunningen, maar er zijn nog wel nieuwe vragen die een beetje ook met de andere onderwerpen hadden. Ik doe er denk ik nog twee. De eerste, we hebben een arts in de zaal of arts in het publiek die vraagt, wij als artsen zijn wij ook nog wel steeds in staat om snel bij verpleeghuizen te komen als we op de weg moeten. Ja, daar zullen we zeker speciale afspraken mee moeten maken. Dat geldt zowel voor het personeel dat naar ziekenhuizen moet, als de nood- en hulpdiensten die ik al eerder noemde. Dus er komt een heel plan, verkeersmanagement, mobiliteitsmaatregelen als geheel, hele bereikbaarheidsaanpak krijgt dit een bijzondere plek. En we zijn in ieder geval al in gesprek met Veiligheidsregio Rotterdam hierover, om daar goede afspraken over te maken. Ja. Dankjewel. We zijn nu natuurlijk heel druk bezig met het project, maar uiteindelijk de uitvoering die duurt nog eventjes. De mensen vragen zich dan ook af van, er komen misschien allemaal nieuwe innovaties. Gaan jullie bij, als jullie toch een nieuwe brug ook gaan bouwen, bouwen jullie dan ook allemaal nieuwe technologieën in, dat we bijvoorbeeld elektrische auto's kunnen opladen op de weg? Op de brug dan? Op de brug. Dus ik dacht, deze geven we aan Roy. Ja, leuke vraag. Op dit moment houden we daar nog geen rekening mee. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren in de toekomst. Hè? Het probleem met dit project is ook, je kan niet in een glazen bol kijken. Ja, je kan er wel in kijken, maar de vraag is wat je dan ziet en of het dan in de toekomst ook zo zal zijn. Dus we houden rekening met duurzaamheid doordat we die brug gaan vervangen. En voor de rest, je moet gewoon even kijken hoe het loopt. Ja. Ja. Ja, wellicht kan het dan wel in het asfalt. We weten ook allemaal niet wat de technologie ons brengt. Nou, dat waren tot zover de vragen. Dank jullie wel dat ik deze vragen voor jullie mocht stellen aan het panel. Oké, dankjewel Esther. Dan zijn we in ieder geval door de onderwerpen heen en komen tot een afronding. Nog een aantal punten wil ik onder de aandacht brengen. We zijn eigenlijk ver voor de uitvoering zijn we al jullie nu aan het informeren over de plannen en hoe we het gaan aanpakken, de hinder en dat soort zaken. Maar richting uitvoering, richting dat eerste uitvoeringsjaar 2026, hebben we steeds meer zicht op wat de daadwerkelijke hinder wordt, hoe het daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En welke maatregelen we ook dan moeten nemen op allerlei gebieden voor de bereikbaarheid. En we willen u daar goed over blijven informeren. We zien wel dit webinar echt als een aftrap om het bredere publiek te informeren over de plannen. En zullen we dat zeker vaker gaan doen. Maar blijf vooral ook vragen aan ons stellen. Dat kan altijd op het 0800 nummer van Rijkswaterstaat, 0800 8002 of via de website www.rijkswaterstaat.nl. En u kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Die gaan we ook uitbrengen. En dat kan op de pagina, kijk ik eventjes, op de pagina zoals die nu, die u nu ook gebruikt heeft om dit webinar te volgen. En dat, die heet dan, die noem ik nog eventjes, die heb ik even niet voor mijn neus. Nee. www.webinarvanbrienoordbrug.nl. Maar goed, die heeft u zelf al gevonden, anders had u er niet geweest nu.
Dus daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daar kunt u ook nog eens rustig deze webinar terugkijken. De link delen met andere geïnteresseerden. En dan zijn we er een beetje doorheen, denk ik. Ja, heb ik nog iets gemist? Nee. Nee? Rest mij niets anders dan u ontzettend te bedanken voor uw aandacht. Fijn dat u interesse had om naar ons verhaal te luisteren, onze plannen aan te horen. En we blijven in contact. En voor nu rest ons niets anders dan heel veel succes te wensen voor de wedstrijd zometeen vanaf de brug. Bedankt. Ja. Fijne wedstrijd.